keer na 3 dagen terug naar het klooster en ik ben zeer benieuwd hoe het met Otto-Jan is gegaan. Wat heeft de meditatie met zijn rusteloze geest gedaan? Ik heb de eer om als eerste de nobele stilte te doorbreken. Je mag terug spreken. Is het waar? Ja. Voilà, zo vaak. Amai. Nu ben ik heel teleurgesteld in mijn eerste woorden, eigenlijk. Dat ik gewoon... Ja, is het waar, zeg. Hoe gaat het? Ça va, eigenlijk. Blij dat je hier zit, Bart. Ja. Dat zwijgen, dat had ik nog niet gedaan, eigenlijk. Hoe lang hebben we nu gezwegen? 36 uur, zoiets, zat ik net te denken. Of iets langer zelfs. Maar is dat gelukt? Je hebt echt niks gezegd. Jawel, jawel. Dat is op zich ook niet zo moeilijk, hè. Het is gewoon bij momenten zo wat frustrerend en vervelend. Het valt mij op hoe vaak dat je gedurende de dag eigenlijk iets wilt zeggen. Ja. Waarvan dat je denkt dat dat op dat moment heel belangrijk is of dat je dat nodig hebt. En je kunt het dan niet doen en je denkt, ach, ik zal het morgen, ik bewaar dit even voor morgen. Ja. Maar uiteindelijk, 24 uur later, is dat al lang niet meer relevant en doet het er al niet meer toe. En dan gaat je veel meer letten op momenten dat je aan tafel zit of zoiets op de nerven van een meubel voor u of de belletjes in uw koffie. En dat vond ik op zich wel... Op aangenaam, of? Ja, aangenaam, ja, of wel heel verrijkend of interessant. Ja. Dat helpt, hè. Dat is een beetje de bedoeling van door die stilte nog meer in uzelf te kunnen kijken. En dan al die andere dingen krijgen dan veel meer aandacht. Dus dat is goed gelukt. Ja. Heb je de stiltes afgewisseld met meditaties ook? Dat was niet gewoon... Nee, het was alleen maar stil, maar je kan ook stil zijn en mediteren tegelijk. Ja. Hè? Er zijn zoveel gedachten die in een milliseconde eigenlijk door je hoofd flitsen. Want dat is echt vaak het probleem natuurlijk van piekeren. Hè? Dat je die gedachten niet kunt loslaten. En dat maakt dat je niet goed eet, niet goed slaapt. En door mediteren kun je gedachten wel loslaten. Ik ben heel blij dat je dat subjectief persoonlijk positief hebt ervaren. Mm-hmm. Ondanks toch wel de intensiteit. Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Maar toch, natuurlijk als wetenschapper... zou ik het ook fijn vinden, moesten we opnieuw die meting kunnen doen en eens kijken wat er in jouw brein is veranderd. Om in het hoofd van Otto-Jan te kijken, gebruiken we opnieuw de Neurosteer. En we geven er ook een aan Lama Zeupa. Zo kunnen we hun hersenactiviteit tijdens de laatste meditatie vergelijken. Shall we start now? I'm curious now to compare your measurements. Yeah. So guess who's who. Zo ziet hun hersenactiviteit eruit tijdens de laatste meditatie. Otto-Jan doet het duidelijk beter dan tijdens de eerste meting. Maar het verschil met Lama Zeupa blijft enorm groot. Bij hem zien we tijdens het mediteren nauwelijks fluctuatie. Zijn geest is helemaal kalm en stabiel al vanaf de eerste gongslag. What amazes me is like the activity here versus I did, the contrast is huge. The control. Yeah. Whereas mine is like is more gradually that it goes from one state to the other. Whereas here it's like you start and then immediately you're in a different state of mind. But then he's a highly trained athlete. But the message is that you could do it quite well, quite rapidly. And then the rest is just training, I think, for the rest of your life, maybe. Yeah, I think also this is, he is really doing first time. So it means it's really good. I think it's fascinating that we can just see the power you have over your own mind.